Goedemiddag en welkom vanuit Destelbergen. Normaal zeg ik welkom bij Appartement TV, maar vandaag is dat niet aan de orde. Het is eigenlijk Organimo TV, want... Organimo Partners TV. Oké, Organimo Partners TV, want de initiatiefnemer zit naast mij. Ja. Koen Steenkes van Organimo. Koen, waarom het initiatief? Dat is eigenlijk voor twee redenen. Enerzijds, tijdens de lockdown hebben heel veel kantoren eigenlijk nagedacht van wat is onze manier van werken, kunnen we dat veranderen? En we hebben daarover een aantal zaken gehoord en integraties, maar wat doen die partners juist? En hoe kan dat bijdragen tot onze werking? Anderzijds is er recent een congres geweest die toch voor een aantal kantoren van de Organimo Community een schok-effect heeft gegeven. Van hoe gaat dat zo snel gaan, die digitalisering? En daar willen we onze kantoren ook helpen en ondersteunen. Digitalisering is de rode draad van het verhaal. Ja, hè? Inderdaad. Op de slide, die nu in beeld zou moeten zijn, Matthijs, ik hoop dat die bij iedereen zichtbaar is, staan een aantal logo's op. Ja. Organimo uiteraard van boven, en dan mocht ik daar gelukkig appartementen weer naast zetten, maar je hebt er een aantal andere mensen bijgezet. Dus we hebben gekozen voor onze partner Recomatics, Mail It Wise, Keypoint en een toekomstgericht SPM Technologies, die elk expert zijn in hun vak. En dat platform wat je hier vandaag samenbrengt, dat is eigenlijk ook het platform van diensten wat je aan de klanten zelf inderdaad aanbiedt. We zijn ervan overtuigd samen met de partners en de kantoren die reeds met een van die producten aan de slag zijn, merken dat eigenlijk hun tijd daar wordt verbeterd en versneld. Matthijs, aan de tweede slide even. Wij hebben een programma voorbereid. En ik wil met jullie thuis, of op kantoor, goede afspraken maken. Ik denk dat essentie is, onder andere van online vergaderen. Dat is dat je kan zeggen, kijk, dit is wat we gaan doen. Dus je hebt de eerste gast ondertussen al gezien. Dat is Tine Dekke van Recomatics. En we gaan proberen om die timing strak aan te houden. Dat wil zeggen, om 5:05 beginnen we het verhaal met Tine. En dan komt er om de 10 minuten iemand anders in beeld. Dat is eigenlijk de essentie, zoals ik zei, van online vergaderen. Maakt dat het goed en strak geregisseerd is, zoals live tv. Zodat je ook weet wanneer het ding begint en eindigt. En we weten ook uit ervaring, we hebben veel onderzoek naar gedaan, dat als je zo kijkt naar een laptop of een ander scherm, whatever, dat dat niet evident is. En dat het goed is dan om ook een perspectief te hebben. Maar Koen, eerst nog een paar woorden over Organimo. Zal ik deze of doe jij, Matthijs, even? Ja. Organimo, wat moeten we daarover weten voordat je dat wil hebben? Eigenlijk het belangrijkste natuurlijk van elk bedrijf, elke organisatie is, waarom zijn we er? En Organimo, die is er eigenlijk om je vast te beheren. Op technisch vlak, zeer zeker, met software, maar ook met de ervaring. De analisten en de genies van deze wereld, die jaar en dag al ondersteunend zijn in die sector, om hun ervaring te kunnen laten meegeven aan andere kantoren, van hoe gebeurt het, hoe zien wij de markt evolueren. Daarvan is dat een redelijk belangrijke zaak. En hoe dat we dat doen, dat is één door die integratie met andere platformen. Ja. Een van de belangrijkste zaken is dat je flexibel beheer kan krijgen over wat en hoe. Want wat ze zijn, dat is dan op de volgende slide reeds zo. De Tom Friston zegt altijd, en dat is eigenlijk een goede quote, innovation is taking two things that exist and putting them together. En dat is eigenlijk wat wij proberen te doen om zo onze kantoren en onze gebruikers daarvan eigenlijk nog beter van dienst te zijn. Maar je verwees ook naar het congres van CIB, maar het is toch een signaal dat we niet kunnen negeren. Digitalisering in het beroep. Die komt eraan. Het is ook onmogelijk om het niet te doen. Het is onmogelijk om het niet te doen. Ja. En dat is iets dat we proberen en gaan blijven proberen in onze kantoren aan hun eigen snelheid, die evolutie. Ja. Want het is een digitale revolutie, maar dat wij dat gaan helpen in een evolutie te steken. Ja. Matthijs, je mag meer aan het algemene beeld gaan, want we gaan zo meteen afscheid nemen van Koen, deel 1. Maar in ieder geval, laat dat al zeker en vast een statement zijn. Dat we zeggen, kijk, digitalisering is elementair. Kijk naar de cijfers, het aantal VME's, het aantal syndici. Dus het is onmogelijk om het te blijven doen ambachtelijk. Maar het is absoluut geen paniekvoetbal. Nee. Je wil geen chaostheorie lanceren. Robotten in plaats van mensen, dat is wat we proberen te doen, is mensen meer tijd geven om met hun eigenaars bezig te zijn. Ja. En vooral oplossingen op tafel leggen zoals je doet en zeggen van kijk, niet alleen met ons, maar ook met andere partijen. Zeer zeker. En die netwerking van elkaar leren. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Want ook onze werkgroep zijn
die maandelijks bij elkaar komt. En daar horen we toch regelmatig het ene kantoor vragen aan het kantoor. Op welke manier doen jullie dat? Zouden we dan ook kunnen doen? En waarom vragen we die feature en die functionaliteit? En dat gaat ons ook in die software van Oranje moeten gaan optimaliseren. Koen is helemaal op dreef en toch ga ik me aanbreken. Bedankt Koen voor je interventie. Blijf nog even zitten.